Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij ons uitlegfilmpje van Live 34 van 27 februari 2023. Ik ga met jullie de basis creatie maken. En dat gaan wij doen met het volgende. We hebben een kartstok 10 bij 10 nodig. We hebben een kartstok 24 bij 12 nodig. We hebben kartstok 28 bij 7 nodig. We hebben twee keer kartstok 7 bij 8 centimeter nodig. En we hebben één keer kartstok 14 bij 14 nodig. Ik heb het designpapier wel gesneden, maar we hebben eigenlijk voor de basis drie keer de 11,7 bij 11,7 nodig. Dus die hebben we tijdens de creatie nodig. In totaal hebben we daar vier van. En we hebben acht keer 6,7 bij 6,7. En dat kan je allemaal achteraf doen. Voor de 10 bij 10 kartstok heb je nog een stukje designpapier nodig van 9,7 bij 9,7. Of, zoals ik dat straks ga doen, heb ik een tweetex gemaakt omdat dit bij het designpapier zit. Dus dat is aan jezelf. Je hebt dan de 10 bij 10 of twee van deze tag nodig. We gaan starten. Het is nu zondagmiddag 12:30. En het is nu 20 november 2022 dat we het opnemen. Dus we zijn lekker op tijd. Leg alle kartstok even aan de kant. En we beginnen bij de 24 bij 12. We pakken de railbord. Zetten de mes omhoog. En deze gaan wij rillen op 12. Oftewel, we doen hem door het midden. Een rail wordt even aan de kant. We gaan hem vouwen. Haal even mijn vouwbenen langs. Dan zal je denken, waarom ben je hem al zo vroeg aan het maken? Ik heb een dummy gemaakt voor mijn schoonmoeder haar verjaardag. En die zal ik straks op het eind laten zien. En dan zie je dus waar ik hem wil maken. Zodat hij dan ook dat hij nog vers in mijn hoofd zit. Ik pak even mijn designpapiertje erbij. En het is de binnenkant. Dus ik vind dat wel leuk. Als hij een beetje overeen komt, kan ook deze kant doen. Het is misschien leuker qua bloem. Maar het is niet dezelfde tekst. Ik doe de tekst. Die gaan we erin lijmen. Dus het designpapier is 11,7 bij 11,7. Ik heb net de honden uitgelaten. Ik heb nog een beetje. Het is lekker koud vandaag geweest. Voor het eerst. Dus ik heb nog even mijn natte neus, zoals wij dat dan zeggen. Van de kou. De binnenkant van de kaart gaan wij beplakken. Met het designpapier. En zoals jullie dit hebben gezien, Debbie heeft 30 januari ook dit designpapier gebruikt. En Make Memories. En ik vond het wel leuk om deze als mijn voorbeeldkaart te maken. Ik ga hem even aan de kant leggen. We hebben het designpapier aan de binnenkant geplakt. En we leggen hem even aan de kant. Dan pakken we de kartstok 28 bij 7. En we pakken onze railbord erbij. En dan moet ik hem even uit gaan zetten. En deze gaan we rillen op 7. En mijn mes omhoog. De lange kant op 7. Op 14. En op 21.
En omdat we de railbord al hebben staan, pakken we ook gelijk even de 7 bij 8. En let op de lange kant, dat is 8. Dus dat is voor mij aan deze kant. Die gaan we rillen op 1. En dat doen we bij de andere ook. Rillen op 1. Ik pak nu links de 1. Of rechts heet dat. Dan kan de railbord weer aan de kant. Leg dan even weg. En we pakken de 28 bij 7 weer. Ik doe hem heel even dit uit. Dat vind ik wat storend. En de middelste vouwlijn gaat omhoog. Wordt een berg. De onderste twee vouwlijnen wordt een dal. Dan halen we daar even de vouwbeen weer overheen. Dan heb je dit voor je. Maar is niet zo moeilijk. Dan draai ik hem even om. Want dit is de bovenkant van mijn creatie. En dit is mijn onderkant. Dus draai hem om. En ik ga nu, en dan pak ik even een potloodje. Hier een tapeje plakken. Hier een tapeje plakken. En hier een tapeje plakken. En dat doen we aan deze kant ook. Dus ik pak even mijn tape erbij. Zoek even een beginnetje weer op. Leg tape langs mijn vouwlijn. Bij mijn dummy heb ik dit dus niet gedaan. En daarom hebben we ook een dummy gemaakt. Toen dacht ik later van, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dus ik heb even een aanpassing. Ik moet het ook nog even in de werkbeschrijving zetten. Want de werkbeschrijving is gemaakt aan de hand van de dummy. Maar dat komt helemaal goed. We hebben nog de tijd. Zo. Dan doen we dat aan deze kant ook. Waar ik dus het potloodstreepje heb gezet. Daar komt de plakband. Valentijn is net achter de rug. Mijn trouwdag is ook dan net achter de rug als jullie dit filmpje kijken. Hij is 25 jaar getrouwd. Maar dat is wel raar om dat te zeggen als je in november het filmpje opneemt. Dus of het leuk een geslaagd feestje is geweest, dat kan ik jullie niet zeggen. Dan ga ik hem weer opvouwen. Dus nou is de plakband naar beneden. Dan pakken we de kaart erbij. En nou wil ik deze hierin plakken. Bij mijn dummy had ik hem vrij strak gedaan. Maar ik ga nu ongeveer een centimeter uit de kant doen. Als ik dan ongeveer een centimeter uit de kant heb, dan kan je hem dicht doen. En dan blijft hij gewoon aan de binnenkant van je kaart. Dus ik pak even mijn potloodstreepje bij. Mijn potlood. Ik doe hem anderhalf van de basis kartstok. Ongeveer. En dus ik doe hem hier op de kartstok. En doe ik hem hier ook anderhalf. Leg ik dit even aan de kant. Dan pak ik mijn pincet erbij. Ik haal mijn plakbandje eraf. Dan haal ik in de prullenbak. Let op, de niet-plakband komt dus aan de bovenkant. Dus let op, je hebt je dessinpapier. Dan ga ik hem ongeveer, ik ga in ieder geval tegen het streepje, van boven naar beneden, op het oog, ga ik het doen. Wil je het echt precies weten, dan kan je hem uitmeten. Ik heb hem hier gedaan. Dan haal ik mijn plakband hier ook af.
mijn kaart. Die vouw ik door. En dan zit die vast. Zie je? Ik gooi mijn plakband weer even aan de kant. Dan pak ik mijn 7 bij 8 erbij. En die vouw ik met de goede kanten naar elkaar. Deze komt straks hier aan, bovenop. Dus deze kant komt dan ook hier bovenop. En dan pak ik daar weer met dubbelzijdig tape. Of je kan eventueel natuurlijk lijm doen. Wat je zelf wilt. Allebei is mogelijk. We plakken erop. En we plakken hem hier er ook op. En dan knip ik hier een klein hoekje naar de rillijn af. En hier van de rillijn is ook een hoekje eraf. En dat doe ik aan deze kant net zo. Ik haal mijn friemeltjes even weg. Zodat mijn werkblad netjes blijft. En ik haal dan hier even mijn tape eraf. Het is niet zo groot. Ik vouw hem dubbel. Nou kan je er eventueel ook lijm op doen. Om hem goed te kunnen schuiven. Maar het is niet zo moeilijk. We leggen hem erop. En we plakken hem erop. Kijk. En dan heb je hier dus de vouw. En daar zie je straks niks van. Want daar komt dus het dessertpapier overheen. Ik doe dat bij deze kant ook. Ik draai mijn werk altijd aan. Zoals jullie van mij gewend zijn. Dat ik het goed kan zien. Ik doe hier weer mijn pietje erop. Ik haal hem eroverheen. Tegen de vouwlijn aan. En dan kan je weer dubbel vouwen. En dan komt dit. Hier komt dan straks je dessertpapiertjes overheen. En dan mag je dan zelf kijken hoe jij je volgorde wilt hebben. In deze, nou heb ik daar geen tag voor. En ik weet ook niet of ik daar een restje heb. Ga eens even kijken. Niet voor één gat te vangen zijn wij. Want ik heb het net bedacht. Want in die van mij was dat dus niet. En ik ga hem hier denk ik even 5 afsnijden. 6. Ik ga hem gewoon even op 6 doen. Dan doe ik aan deze kant ook 6. Want nou is dit terecht. En dan doe ik hem op 8,5. Dus 6 bij 8. Kijk, dan kan je hem dus hier. En dat dacht ik al. Dus hij kan beter 5,5 worden. Die gaan we nog even toevoegen. Heel leuk zo. Je tag erin doen. Je kan hem op de lengte maken zoals je hem zelf wilt. Hij is nog iets te lang bij mij. Maar ik wil natuurlijk wel de vorm van de tag erin hebben. Dus 6 bij 7,5. Wat zei ik nou? 5,5 bij 8,5. Dus hij zal zelfs nog 5,5 bij 7 kunnen worden. Kijk, dan komt hij er beter in. Hij is vrij strak bij mij. Maar kijk, komt hier leuk je tag in. Aan de andere kant uiteraard ook. Die heb ik ter plaatse bedacht. Dus we gaan hem ook gelijk even opschrijven. 5,5 bij. Ik heb mijn hoofd als een vergiet. 7. 7. 2 keer.
Dan zien jullie ook hoe wij dat doen. Dus we in de beschrijving even aanpassen. En uiteraard moet daar het designpapier ook op. Dit gaan we later plakken. Dat kan je zelf doen. Om hem mooi dicht te houden heb ik hier even een touwtje. Dat touwtje ga ik hier plakken. Met een dubbelzijdig tapeje. Dan pak ik even mijn grotere tape erop bij. Bredere tape. En waarom doe ik het met een touwtje? Ik vind dat wel erg leuk bij dit papier. Je kan het ook met lint doen, wat jij mooi vindt. Dat is het fijne van dit. Dus ik plak hem dubbel en ik plak hem erover. Je kan hem al enkel doen. Ook met wat jij wilt. Niks moet, alles mag. En dan plak ik hier ook een tapeje op. En daar komt straks ook het designpapier over. Even bij elkaar leggen. Zo. Dan pak ik hem in het midden. Met touw. Hoppa, even lang. Dus dat komt straks. Dan pakken we de 14 bij 14. En de 14 bij 14, die gaan wij rillen op al de vier kanten op 1. Dus ik leg hem op de 1 aan de rechterkant. En ik ga hem rillen. Draai hem kwartslag. Draai hem kwartslag. Draai hem kwartslag. En ik ben rond. Excuus. Dan ga ik mijn punt. Even kijken of ik het met mijn potlood goed kan aangeven. Niet hier op de snijvlak zetten, maar hier op het randje van het blauw naar het wit. Dus mijn puntje komt precies hierop. Dat doe ik aan de andere kant ook. Dus mijn puntje gaat er overheen. Leg hem neer en ik snij hem af. Dan leg ik deze vlak weg en die pakken we erbij. Dat was een botsing met mijn telefoon. Dan gaan we de lijnen even vouwen. Dit knippen we straks weg. Maar we gaan eerst hier even dubbelzijdige tape plakken. En dit gaat de tag worden. Pocket worden, sorry. En dan leg gewoon even over het randje heen. Ik wil dat straks netjes afknippen. Dan draai ik hem om en dan ga ik dit eraf knippen. En dit ga ik hier flink naar beneden knippen. Van de rillijn hier naar hier. Zodat hij straks niet meer bovenuit komt. Dus ik knip hem hier flink eraf. Ik knip hem hier van onderen door. En ik knip hem hier ook flink eraf. Als ik hem nou vouw, dan zie je dus niet meer mijn lijnen. Deze komt aan de voorkant van mijn creatie. Zie je? Maar hier komt het designpapier op. Nou vind ik het dan leuk als mijn designpapier doorloopt. Dus ik leg mijn designpapier even op mijn voorkant zoals ik hem graag wil hebben. Dus met aan allebei de kanten een randje eraf. Ik pak mijn pocket. En kijk hoe die dan uitkomt. Dat komt goed. Dan ga ik hem nu snijden van die punt naar die punt. Of eventueel te kleine kan ook. Pas dat. Krapjes. Dat kan dus niet. Dus moeten we toch even de snijapparaat erbij pakken. Dus je hebt goed gekeken. Hij gaat van die punt naar die punt. Gaat hij eraf. En die doen we wel punt op te snijden.
Dan pak ik weer mijn voorkantje. Dan komt deze als basis designpapier hierop. Dus ik haal mijn tape eraf. Ik pak mijn lijm. En ik ga hier even lijm op doen. Dan ga ik hem voorzichtig hier in de hoek leggen, dat ik hem goed heb. Overal een randje langs. Dan leg ik hem hier overheen en ik plak hem vast. Nu pak ik mijn pocket. En dan haal ik een klein stukje vanaf. Niet in één keer alles. Ik wil hem goed in de hoek hebben. Goed in de hoek dat hij hier vast ligt. Hij ligt hier goed in de hoek. Dus onderkant op onderkant, zijkant op zijkant. Dan leg ik hem zo vast en trek mijn plakband eraf. Dan is dit mijn doorloopje. En dat doe ik dan aan de andere kant ook. En ik zal weer netjes houden. Dus laten we dat doen. En dat leg ik gewoon netjes op de onderkant. Dan heb ik hier een heel klein puntje dat ik denk, oeps, die wil ik eraf. En oeps, die wil ik er ook af. Zo. Dan komt mijn designpapier op, maar alles is beïnkt en die niet. Nou, dat moet dan nog wel eventjes. Dus die komt dan even mijn papier beïnkten. Altijd handig om de basis voor je neus te hebben. En dan plak ik hem met lijm op zijn plek op de pocket. En zoals je kan zien heb ik dan aan allebei de kanten, zelfs op mijn pocket, de randjes netjes doorlopen. De strepen lopen schuin weg. Klopt helemaal. En daar komt dan je 10 bij 10 kaartje in. Oftewel, of allebei kan ook. Of je kan natuurlijk ook leuk deze tekst erin doen. Je kan dus allebei je 10 bij 10 kaartje doen. Of leuk alleen 2 van deze tekken. Straks is die wat dikker omdat dan het designpapier zowel achter als in het midden is. Ik doe deze er nog even bij. Vind ik wel leuk, dubbel. En dan laat ik even mijn dummy zien hoe die is geworden. Voor mijn schoonmoeder die af is. Met bloemen. Met het kaartje dan voorin. 85 is ze. 2 december geworden. Het strikje dat ik mijn kaart open kan doen. En hier aan de binnenkant heb ik dan het designpapier gebruikt. Zowel als hier als daar. En zoals jullie zien is dit wat hoekiger. Want ik heb hem hier minder diep meer naar binnen geplakt, dus vandaar. Hier wou ik eerst ook een pocket, dat vond ik niet mooi, dus ik heb hier een klein foutje. Moet nog even wegwerken en uiteraard moet hier nog even een leuke stempeltjes op van gefeliciteerd. Maar dat komt later. Dus dit is mijn, was mijn dummy, die dan wel voor de verjaardag weggaat. En deze ga ik leuk afmaken en die komt als voorbeeldje, inspiratie gelijk bij de lijf. Op de club staan, op de Facebookpagina. Hier heb ik dan die tag erin. En dat zie je, hier heb ik dat niet. Hier heb ik hem gewoon dichtgeplakt. En ik vond het wel leuk om die tag hier dan ook in te doen. Dus dat gaan we nog even aanpassen. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Dit was het uitlegfilmpje van live 34, 27 februari 2023. En wij kijken uit naar jullie creaties. Dus ik zou zeggen, tot snel weer. Tot de volgende keer. Doei doei!